De binnenstad van Paramaribo zal binnenkort 5 openbare toiletten rijker zijn. Het project is een initiatief van een particuliere ondernemer en districtscommissaris Ricardo Bola van Paramaribo Noordoost. Een van de toiletten zal nabij de Plattebrug komen te staan en is vooral bedoeld voor degenen die gebruik maken van de bus- en bootverbinding. Volgens DC Bola is het streven erop gericht om de toilettengroep volgende week op te leveren. Ik heb in de heer Schubert als ondernemer, jonge ondernemer, de bereidheid gevonden om samen met mij dit initiatief, dit plan dan uit te rollen. En vandaag is het moment daar dat we hier iets fysiek laten zien van een toilettengroep voor heren en dames apart. Ook is het mogelijk dat baby's verschoond kunnen worden. Dat laten we dat vandaag al in de voorbereidingsfase ook aan OW zien. Van luister, dit doen we hier. En waarom we het doen, dat laten we vandaag zien en laten we ook vandaag horen. De locaties voor de andere openbare toiletten zijn de parkeerplek van de Centrale Markt, de Haitiaanse Markt, op de hoek van de Keizerstraat en de Jodenbreestraat en aan de Heiligenweg. Het ministerie van Openbare Werken zal ook een bijdrage leveren aan dit project. Zij monitoren namelijk de werkzaamheden. Volgens minister Yaad Noor Mohammed werkt zijn ministerie mee aan alle projecten ter rehabilitatie van de binnenstad. Want het moet hygiënisch blijven. En er komen ook nog meer, zodat we meerdere plekken, meerdere mensen kunnen helpen. Want zo'n voorziening ontbreekt echt als je ergens netjes naar toilet wilt gaan. Deze Ebola stond stil bij de negatieve gevolgen van wildplassen. Hij roept de samenleving daarom op om dat achterwege te laten. Met het plaatsen van openbare toiletten zal de binnenstad aantrekkelijker zijn voor zowel lokale bezoekers als voor de toeristen. Volgens de burgervader zal dit project ook andere voordelen met zich meebrengen. Dit is de eerste fase. U ziet, we hebben al een heel stuk land gewonnen hier. Waar we nu staan was eigenlijk blubber. We staan eigenlijk in de rivier, in de Tukkutukkel. En u ziet, het is vanaf de stoep tot aan de rivier hebben we ongeveer ruim 10 meter gewonnen op de rivier. Je ziet hoe mooi we hier staan. Dus het heeft nog een voordeel. Behalve dat deze ondernemer hier zijn bedrijf gaat draaien, heeft hij ervoor gezorgd dat het rivierwater, het opdringerige rivierwater, vooral met name tijdens springvloed, niet meer hier op straat terechtkomt.